Yo mensen, welkom bij een nieuwe video hier op het kanaal Corpsiaal. Voor het eerst zien jullie mijn gezicht in een vlog naar New York. En we zitten nu te wachten, nog in de hal. We moeten nog iets van 2 of 3 uur wachten. Kijk, en daar is het vliegtuig. Ik ga het even laten zien. Even hem draaien. Oh, hij draait niet. Nou, je kan hem hier zien daarachter. Dus we vliegen met Delta Airlines of zoiets. Ik weet het niet precies. Maar we moeten nog even wachten hier dus. We hebben daar een M&M shop en we hebben net bij de McDonald's gegeten. Lekker origineel natuurlijk. Oh, dan is even een oproep. Ik weet niet of jullie mij horen. Mijn vader heeft trouwens zijn laptop meegenomen. Dus waarschijnlijk kan ik gewoon uploaden daar. En ik zie jullie straks allemaal in het vliegtuig. Daar ga ik ook nog even opnemen. We hebben trouwens een economy class of zoiets. Dus we hebben veel beenruimte. En ja, ik zie jullie zo in het vliegtuig. We zitten nu in het vliegtuig, een beetje een probleem met de plekken allemaal. We hebben wel heel wat beenruimte en we hebben een tv'tje. Kijk hier. Ik weet niet of je het goed kan zien en we kunnen allemaal films kijken en zo. Ik heb zelf ook Phonecatcher Stream gedownload. Die ga ik ook gewoon kijken en wat andere YouTube filmpjes. En ik denk dat we dan wel die 8 uur kan vermaken. En jongens, ik zie jullie allemaal in New York. En we zijn eindelijk na een lange reis in New York aangekomen. Ik zit even draaien een rondje, we zijn bij het vliegveld. En we gaan nu naar het huisje toe met wel een hele mooie auto, zeg ik het zelf. Het is eigenlijk een limousine, hè? Kijk hoe lang die is. Niet normaal echt. We gaan even kijken. Het is echt enorm lang en gaan we hiermee naar het huisje toe. De koffers worden nu ingeladen. Het appartement, ja, is het. Die hebben we gehuurd. We zitten niet in een hotel, we zitten dus in een appartementje. Ik weet niet hoe lang we in de limousine gaan zitten, maar het is natuurlijk wel vet. Het is de eerste keer dat ik ooit in een limousine zit. Kijk of u nog goed in beeld brengt. Ja, kijk. Dan gaan we instappen. En dan gaan we dan naar het appartementje. Kijk, dan gaan we instappen. Achter. Opzij, opzij. Oh my god. Even kijken hoe het er van binnen uitziet. Zo, het ziet er wel fysiek uit, joh. Allemaal plakken. Wat is een picture? Wat is een picture? Wat is een picture? Wat is een picture? Moeten we foto's maken? Of wel een foto van ons maken? Oh. Hij wil een foto van ons maken. Oké, prima. Picture, wacht even. Dan ben ik even zo terug. Hij wil dus een foto maken. Ik ben zo terug. Wacht even. Waar wij gaan overnachten de komende dagen. Daar is de limo, die gaat er helaas vandoor. En dit is dus de straat waar we gaan overnachten. Het is volgens mij in Brooklyn, het is even niet in Manhattan. We moeten straks met de metro naartoe. En daar is het huisje. En we zijn terug. We zitten nu in New York, in de stad. En er staat hiernaast het allergrootste gebouw van, een van de grootste gebouwen van de wereld. Moet ik maar zien. Het is echt enorm groot als je ernaast staat. En van het grootste gebouw van, nou het is niet het grootste gebouw, maar van een van de grootste gebouwen van de wereld gaan we gelijk door naar de Twin Towers. Ik sta hier naast de een van de twee die is neergestort. Ik wist zelf niet dat er een soort van waterachtig ding erin was. En hier zitten natuurlijk alle namen van alle overleden mensen over de hele Twin Tower. Over het hele gebied gaat het helemaal door, over al die randen. Het is dus een van de twee torens. En er komen allemaal water in. En toch wel vet om te zien ook gewoon dat dan hier een van de grootste gebouwen staat. Naast mij dan. En dan daarnaast een van de twee Twin Towers. En de andere is ergens daarachter, is de andere. Het is toch wel raar om te zien dan. Nu straks gaan we door de stad in, dan ga je er meer dingen zien. En ja, ik zie jullie zo weer in de stad, ergens anders. We zitten nu op de boot richting het Vrijheidsbeeld. Gaan we nu naartoe, we zijn er bijna. Als je achter ons ziet, daar komen we vandaan, van al die gebouwen daar. Dat grote beeld was daar net.
En we zitten nu dus op een bootje richting het feitsbeeld. We zijn er al bijna. Ik hoop dat ik het mooi zo in beeld kan brengen. Natuurlijk oppassen. De mobiel die het water valt. Kijk, daar komt hij aan. En we zitten dus bovenaan het dek. Je kan ook beneden zitten, je kan ook iets meer vooraan zitten, maar hier zitten we wel prima. En het feitsbeeld is trouwens, moet ik wel eerlijk toegeven, het is kleiner dan ik had verwacht. Je kan het nu wel zo goed zien, we zijn er nu bijna. Het is kleiner dan ik verwacht had. We varen er nu langs. Hey, ik dacht echt dat het veel groter was. Het is denk ik, nou, ik had gelezen dat het 40 meter of zo. En ja, het ziet er wel vet uit met zo'n vlam. Met zo'n vlam. De vlam heeft hij vast en ik ga het nu even beter in beeld brengen. Ik breng nu achter mij hier. Je ziet hem. Zie je, hij is echt niet zo groot. Hier, kijk. Daar kan ik hem mooi aanwijzen. Daar, kijk. Er zijn allemaal buitenlanders om me heen. Die ook allemaal mooie foto's willen maken. Maar wij staan nu wel prachtig. En een paar mooie Chinezen die proberen erbij te komen. En ik sta hier. Ja, mooi. Maar iemand erbij komen. Hier, kijk. We zijn er nu recht voor. Kijk of ik het mooi in beeld kan brengen. Ja. We zijn er nu recht voor. Zie, hij is dus echt niet zo groot. Ik weet niet, gaan we er eigenlijk naartoe of niet? Wat? Gaan we er nog naartoe of rijden we gewoon een rondje omheen? Ja, we gaan er gewoon naartoe, toch? Je komt niet in die kroon, dus je kan helemaal niet. Kijk, we staan er nu echt recht voor. Kijk, we staan er nu echt recht voor. Op de camera lijkt hij zelfs nog kleiner dan die is. Valt dus echt wel mee. Maar we gaan niet naar binnen dus. We gaan er gewoon een varen omheen. Kijk, je ziet die kroon ook, daar kan je ook in. Hè? Ja, en daar op daar staat dat. Kijk dan hier, je ziet heel mooi die Manhattan is het toch? Manhattan, ja. Met die, dat is het grootste gebouw die er echt bovenuit steekt, natuurlijk de World Trade Center. Volgens mij heet het helemaal niet zo, ik zeg maar ook wel. Voor mij was het World Trade Center. Nou, we allemaal mensen, ik weet niet wat ze zeiden, oké. Okay. En we varen er nu weer langs, ik weet niet waar we nu dan naartoe gaan. We hebben nu dus het feitbeeld gehad en ik denk dat we dan... Oh, we maken er een rondje omheen, oké? Okay? Hier zien we maken... Gaan we daar... Daar... Wat? Parkeren of zo. Parkeren? Ja, ik denk dat we wel... Volgens mij gaan we wel uitstappen. Ja. En we staan nu dus voor het vrijheidsbeeld. Echt op het eilandje. We mochten dus wel op het eiland. We hebben alleen niet de kaarten om in het vrijheidsbeeld te gaan, want je kan dus... En daarboven bij dat ding hier, bij die rand kan je kijken. En je kan zelfs dus in de kroon. Alleen hebben wij die kaartjes niet. Ik weet niet of ze uitverkocht waren of ze gewoon niet hadden gekocht. Ik weet niet precies. Die kroon kon in ieder geval sowieso niet vandaag. We staan hier dus wel heel mooi ervoor. Met daarachter de hele zee. Is het een zee? Zee. En dan daarachter Manhattan met de grote gebouwen en de World Trade Center. Ik weet nog steeds niet of het World Trade Center heet. En we gaan nu gewoon even een rondje lopen. We zijn dus met de boot dus hier aangekomen. Ik vind het echt mooi van dichtbij. Ik zei dus eerder al dat die best klein leek. Alleen als je er dan toch voor staat, is het toch best wel groot hoor. Is het toch gewoon best wel hoog. En daarachter natuurlijk, even snel doorheen, mensen zijn die foto's aan het maken. Daarachter natuurlijk de gebouwen. En daar is nog iets. Kijk, is daar de gebouwen. En daar is nog iets. Ik weet niet wat dat is. En ik heb trouwens nog even een filmpje gemaakt van alles bij elkaar. Die laat ik dus zo zien met wat muziek eronder. Om het gewoon nog beter allemaal in beeld te krijgen. Kun je het allemaal nog beter zien. En ik zie jullie weer in de volgende deel weer. Terug midden in de stad. Het is erg laat. We komen net van Phantom of the Opera. Spook van de Opera. Het was een musical. Je ziet hem daarachter. Ik wijs een beetje naar. We komen net vandaan. Het was een mooie musical. Soms was het moeilijk allemaal te begrijpen. Omdat het natuurlijk in Engels is. Maar ik heb zoveel mogelijk kunnen proberen te kunnen luisteren. En het was ook een mooi decor. Met veel vuur kwam ook op het beeld. En het was dus een spook. Het moest een beetje griezelig zijn. Er kwam ook dus allemaal vuur. En allemaal dingen ging bewogen. En het was wel een mooi decor. Zo, dat heb ik niet eerder gezien. Ik ben dus één keer naar Londen geweest. Gingen we ook naar een musical. En daar was ook een mooi decor. Maar dat is dan de tweede keer dat ik echt zo'n decor heb gezien.
En we lopen nu dus een beetje door de stad. Het is nu donker. We hebben ook al toen het licht was er doorheen gelopen. Welke kabelbaan? Maar als het donkerder is, is het natuurlijk veel vetter met al die lichtjes. We lopen nu nog in een zijstraatje. Nu staan we er middenin. Echt de grootste straat nu. Ik ga er een beetje opzij. Dan kan je het beste zien. Kijk hoe ver dit doorgaat. Moet je het zien hier. Kijk achter mij. Je ziet het hier. Ik ga het proberen scherp te stellen. Daarachter al die gebouwen met al die lichtgevende dingen op hun. Het ziet er echt vet uit. En ook achter mij. Draai nog even goed opletten dat ik niet mijn ouders kwijtraak. Maar hier zie je het ook weer. Allemaal lichtgevende dingen op de gebouwen. Het ziet er echt enorm vet uit. Van reclames van, wat zijn het allemaal? T-Mobile, bier daar. Heel veel verschillende dingen. En we staan opeens niet meer in Times Square, maar nu zijn we in Brooklyn, bijna bij ons huisje. We hebben nog even KFC gehaald. En ik ga hier bij de eerste vlog eindigen op dit kanaal. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat in de reacties achter wat je ervan vond. Hoe ik het kan verbeteren, dat is natuurlijk ook erg belangrijk. En jongens, ik zie jullie allemaal in de volgende vlog.